De politie is regelmatig in actie gekomen tijdens de nieuwjaarsnacht in Den Haag. Hiermee ging het vooral om optreden tegen mishandeling, vuurwerk en vernielingen. Daarnaast is de ME ingezet, onder meer in Laak rond het Heeswijkplein en in de Koppelstrokstraat. Voor zover nu bekend zijn er 36 aanhoudingen verricht. De ambulance werd 200 keer gealarmeerd, vooral voor vuurwerkslachtoffers. Het was opvallend dat zich veel jonge vuurwerkslachtoffers in de ziekenhuizen melden. Er zijn meerdere incidenten geweest waar hulpverleners werden gehinderd in hun werk. In Den Haag hebben twaalf agenten letsel opgelopen en zijn twee brandweermensen met geweld geconfronteerd. De verdere schade en gevolgen van de auto-nieuwviering worden nog later vastgesteld.